vannacht de hele nacht voor de computer gezeten. En toen je het hoorde? Nou, toen, ja, fantastisch. En dus kwamen alle molenaars bij elkaar om het feest te vieren. En er werd contact gelegd met de molenaars in Zuid-Korea die bij de UNESCO op bezoek waren. Ik vind het fantastisch dat het gelukt is. Echt een hommage aan de oude beroepsmolenaars en aan de molenaars zoals we er nu in staan. Een fantastische erkenning voor al die molenaars die al jarenlang de molens draaiende houden. En ja, want zonder hun draaien die dingen niet. En degene die vooral blij is, is jonge molenaar Jippe. Hij komt uit een echte molenaarsfamilie en wil later niets liever dan zijn eigen molen. Ik had eigenlijk geen andere keuze. Hè? Van mijn kleinste babyfoto's, overal zie je dan mij en een molen. En toen ik mijn 18e mijn diploma gehaald, ik was toen ook eventjes de jongste van Nederland. Ik ga nu voor de oudste worden, maar dat duurt misschien nog even. Het is in mijn ogen altijd een wat ondergewaardeerd onderwerp. De molen is natuurlijk, ja, dat staat daar maar in het weiland en daar kijk je nooit echt naar om. Terwijl ze zo'n gigantische invloed hebben gehad op de Nederlandse geschiedenis en ook op onze taalgebruik. Bijvoorbeeld zijn heel veel spreekwoorden die van een molen afkomstig zijn. Ik kijk ook maar eens hoeveel mensen er bijvoorbeeld molenaar of mulder van hun achternaam heten. Het zijn nog de originele balken en je ziet dat ze helemaal wit zijn geworden van dus 300 jaar lang stoffig krijt wat hier in de rondte vloog. Dus dit is echt het resultaat van heel hard werken hier in Buiksloot.